hele dan lijkt zo'n dag toch lang te duren, zei ik. Ik zou gek worden. Ja. Maar goed, dan zou ik op z'n minst nog gaan schoonmaken. Dat doen ze ook niet. Nee, juist dat je hier zit. Nee, maar demotiveert. Altijd bezig. Ja. En sommige mensen kunnen ook de hele dag achter de computer zitten. Dat duurt een dag lang, hoor. Zo. Ja, echt hoor. Heel lang duurde die dagen. Zo. Ja. En jij kan je wel van maken daarna? Ja, ik ben de hele dag bezig. Ja? Ja. Ja, met Jesse hebben we de bar natuurlijk gebouwd in de eerste anderhalve week. Toen met deze? Ja. Die heb ik met Jesse gebouwd. Leuk. Toen heb ik met Hiske de overkapping van de buitenkeuken gebouwd. Ja, ja. En daarna heb ik beneden de pizzakuil met Jesse helemaal. Daar zat allemaal groen in. Dat hebben we er allemaal uit lopen trekken. Toen hebben we die hele grond omgespit. En toen is er gestraat. Dus ja, dat hebben we in de heetste week van... Ja, dat was steeds, ja. Toen het zo bloedheet was. Die ja, joh. Zweet je echt zo over je gezicht heen. Ja, denk ik. Ja. Ja, maar er zou ook nog een snackbar in komen, maar ja. Het stopt nu natuurlijk. Dus, ja, we kunnen geen geld meer in steken. Ja. Maar ik zei gisteren tegen Jess, ik wil nog wel een podium bouwen voor de evenementen. Dus gaan we even kijken of we dat nog kunnen doen. Dat gevaar is nu ook heel groot, hè. Als men weet van het stopt... Dat helemaal niet meer gemotiveerd. Ja, om dan dingen te gaan doen. Ja, heel moeilijk is dat. Ja, laat maar, want het stopt toch. En... Ja, maar het is moeilijk om iets te zoeken wat je daar nog kan doen. Want ik wilde heel graag bouwen, eigenlijk weet je. Dat niet doen. Nee. Hoe werd dat jullie verteld? We zouden gaan stemmen. En toen, ik had al zo'n raar gevoel, weet je, van die dag. En toen om 12 uur zouden we stemmen. En toen kregen we een zwarte envelop binnen. Ja. En daar stond in dat Utopia ging stoppen. Maar iedereen was zenuwachtig, echt een uur of zo van tevoren. Ja, iedereen wilde het. Ik dacht, oh, ik ga de livestream kijken. En we zagen geen borden met foto's. En toen zei ik al, en Jesse zei ook al, zwart envelop krijgen we zo, weet je. Er gaat iets gebeuren. Ja, iedereen was echt zenuwachtig. Hoe reageerde iedereen erop verder? Heel verschillend. Heel veel mensen gingen echt huilen en waren echt helemaal op slag. En, zo van, jammer dat het stopt. Ja. Ja, dat gebeurde in Eindhoven ook, hè. Maar toen was jij ook al weg, toch, Kees? Ja, ja, toen was ik al weg. Ja. Dat was ik al. Ja. Vinden jullie het goed dat ik erbij zit, trouwens? Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Oh, ja. Nou, eigenlijk niet. We zijn Ja, natuurlijk wel. We zijn niet zo, hoor. Nee, want ik heb om rond 11 uur lunch helemaal met dat ze met alle utopianen gaan lunchen. Nou, ook een beetje voor Kees. Lunchen? Ja. Om 11 uur. Om 11 uur? Nou, dat vind ik wel heel goed. Met wijn, met wijn. Ik was nog even rustig. Ik eet nooit, toch? Nee, dat hoort niet. Nee. Jammer dat je geen kaas en zo mee mocht nemen. Nee, ik zat nog vanochtend. Nee. Ik dacht, ja, ik moet wel het weer aandoen, zeg maar.